De BVL als moet in zaken het nadoen met Ashok Rambali, onderdirecteur bureau openbaar middelbaar beroepsonderwijs, praten. Dit is het resultaat van het gesprek dat de bond gisteren had met onderwijsminister Lilian Ferrier. Volgens BVL als voorzitter Rishma Mangre was het een heel zakelijk gesprek. Ze deelde verder mee dat de acties in afwachting op het gesprek met Rambali zijn opgeschort. Mangre zegt dat de minister en haar staf niet ready waren om in te gaan op de aangehaalde knelpunten. Omdat zij het gesprek gisteren beperkt had tot alleen kennismaking. Daarom heeft het gesprek ook vrij kort geduurd, want de minister gaf me aan dat het alleen gaat om de kennismaking. Ik heb haar gevraagd hoe dat verder moet. De kwestie Nathan is nou heet hangijzer. Ze heeft mij gezegd, laat mij een afspraak maken met meneer Rambali. Ik heb haar aangegeven wat mijn werkwijze is. Ik heb haar gezegd, ik heb de minister gezegd, ik breng de problemen in kaart. Wat ik van haar verwacht en de onderdirecteur of het zij de directeur, dat we weten hoe die problemen worden opgelost en binnen welk termijn. Eigenlijk vond ik het jammer dat het gesprek zich alleen had beperkt tot de kennismaking. Ik had eigenlijk wat meer verwacht. Vandaar dat ik u zei, bij mij, ik had de indruk dat de minister en haar staf nog niet ready waren om in te gaan op de problemen. Het bestuur heeft er geen moeite mee met Rambali zaken te doen of te onderhandelen, benadrukt Mangre. Ze vroeg zich daarom af wat het ministerie nu pas heeft besloten Rambali in te schakelen. Meneer Rambali is zelf docent geweest op deze school. Hij weet het beter dan wie dan ook. Ja. Dus ik weet niet of we dingen moeten uitlokken of we steeds moeten gaan tot acties voordat er mensen aan tafel komen zitten richting oplossing van problemen. Het had inderdaad, zoals u zegt, anders gekund. Vandaar dat we die brief ook in een heel vroeg stadium hadden geschreven. En we hebben bijna 6 weken gewacht voordat we zijn uitgenodigd geworden door de minister. U mag zelf uw conclusie trekken. Nu heeft meneer Rambali een afspraak met het bestuur gemaakt voor aanstaande dinsdag om 11 uur. Om de knelpunten met betrekking tot het NATIN dat door te nemen en tegelijkertijd om te komen met oplossingen. Meneer Rambali heeft aangegeven dat hij eigenlijk maar 15 minuten nodig heeft om die problemen op te lossen. Ik ben benieuwd natuurlijk. Ik zeg, daarvoor ben ik ook gekomen. Ik wil niet praten om het praten, maar ik wil praten om structurele oplossingen te brengen. Want ik wil niet weer over een maand hier een staking aankondigen omdat dingen niet naar wens verlopen of er geen oplossing komt. Dat was dus Rishma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten in Suriname. Ze sprak vanmorgen tijdens een korte persconferentie waarbij ze een update heeft gegeven van de kwestie Nathan. De acties zijn opgeschort in afwachting van het gesprek met Ashok Rambali, onderdirecteur bureau middelbaar beroep onderwijs.